kind heeft geen keuze gehad. Heeft compleet geen keuze gehad in wat er is overkomen. En het is te triest voor woorden dat in je laatste levensminuten je tot de conclusie komt dat grote mensen gewoon niet allemaal te vertrouwen zijn. Dertig jaar geleden verdween ze, de kleine Cheryl Morrien. De zoektocht is al lang opgegeven door politie en justitie. Maar een kleine groep mensen blijft zoeken. Een jagersoos achterkant. De duinen hier hebben een geheim. En toch trekt er iets, alsof het een stem uit het graf is. En ja, ik wil het. Ik wil het niet negeren. Kijk, daar is de flat waar zij gewoond heeft. Het is heel vreemd om toch weer terug op de plek te zijn waar het allemaal begonnen is. Het voelt heel, heel vreemd. Dit is de flat waar Cheryl in 86 voor het laatst is geweest. Hier wonen zij met haar ouders op de 4e of 5e verdieping. Cheryl is toen eigenlijk vanuit haar flat is ze naar een vriendinnetje gegaan, tenminste daar wilde ze mee spelen. Ilse van der Plos, eerste verdieping. En vervolgens heeft een buurvrouw haar nog aan de brievenbus zien klepperen. En het volgende wat van haar waargenomen is, is hier in de Schiplaan. Bij een van de garages stond een buurtbewoonster haar auto uit te parkeren. Zij kende Cheryl goed. Ze zwaaide naar Cheryl die op een achterbank zat van een groene stationwagen. Zij vermoedde een Lada. En vervolgens is de auto de Schiplaan uitgereden. En ze is nooit meer teruggezien. Dit is de 7-jarige Cheryl Morrien. 5 weken geleden is ze in deze straat in IJmuiden spoorloos verdwenen. Aanvankelijk zou ze nog gezien zijn in de duinen bij Beverwijk. Verschillende getuigen hebben dat tegenover de politie verklaard. Ook bewoners van een camping in diezelfde duinen meenden haar gezien te hebben, maar ook dat bleek onjuist. Verklaringen dat ze in een groene bestelauto van het merk Lada zou zijn ontvoerd, was voor het rechercheteam aanleiding alle bezitters van een dergelijke auto na te trekken, maar ook daar kwam niets uit. Die bewuste dinsdag 5 augustus, ik kwam hier aan om te trimmen. Ik heb mijn fiets hier aan de zijkant tegen een houten rek aangezet. En ik heb mijn rek een strekoefening even aan de rechterkant van het heuveltje hier tegen een groene stationwagen aangedaan. Ik kwam hier hardlopend aan. Ik ben even hier voor de bocht gestopt en dit stuk wandelde ik. En ik zag hier 1,80 meter voor me. Aan de rechterkant zag ik een paar dennetakken omhoog gaan. En tot mijn verbazing stapten de 2 mannen van het heuveltje af. Allebei een 2-delig pak. En nogal behoorlijk geschokt, om zo maar te zeggen. Ik ben na veel 5 en 6 met 2 regisseurs hier het gebied in geweest. En toen werd er gezegd van
Ja, dat heb je nooit gezien die dag. Ik heb die twee mannen nooit gezien, dat werd er gezegd. Dus ze hebben het nooit serieus genomen? Nee, want ze hadden al iemand anders op het oog. En dat was toen al eigenlijk de vrachtwagenchauffeur Stoks die niet teruggekomen was van proefverlof. 16 jaar geleden verdween Cheryl Morien, 7 jaar jong. Haar lichaam is nooit gevonden. Vorig jaar startte het zogenaamde Cold Case Team van de politie het onderzoek naar deze zaak opnieuw. Maar dit jaar werd het onderzoek plotseling gestaakt. Twee tipgevers zeiden namelijk de dader te kennen. En die is inmiddels dood. Ruim een jaar geleden komt Stoks, die op dat moment vastzit wegens drievoudige kindermoord, op merkwaardige wijze om het leven in de Scheveningse gevangenis. Hij vliegt in brand na een ongelukje met een fles terpentine. Stoks zelf heeft altijd ontkend iets te maken te hebben met de verdwijning van Cheryl. De Michel Stoks de dader is, dat verwijs ik naar het Rijk der Fabelen. Er is in eerdere instantie heeft Michel Stoks hier ook een meisje meegenomen. En die heeft hij later hier in de Schiplaan weer uit de auto gezet, want het was een meisje en Michel Stoks viel op jongetjes. Nou, en Cheryl was op en top een meisje, dus via dat feit lijkt het me sowieso, als je alleen hier al naar kijkt, de kans vrij klein dat Stoks haar heeft meegenomen. Kijk, uiteindelijk is er ook gezegd door een adjudant hier in Velsen van we komen alleen onze stoel uit als je het lijk op de balie legt. Vond me wel grof, maar nou ja, misschien is het, ik denk dat ik het gewoon moet vinden. Ik weet zeker dat ik de daders heb gezien, daar ben ik van overtuigd. Ik heb ze hier in de directe omgeving heb ik ze gezien. En, het zou aannemelijk kunnen zijn dat Cheryl hier in de omgeving ja, in de grond is gestopt, om het zo maar bot te zeggen. Je wil eigenlijk met de eerste prik, hey, bingo, we hebben wat. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. En op het moment dat je dan ook prikken bent, dan denk je ook niet, want in feite is het daar een hele mooie natuur. Ik zie het helemaal niet als mooie natuur. Ik vind het een plaats delict. Het is eigenlijk een plaats delict waar je aan het prikken bent. Ik zie niets moois daar. Ik vind het helemaal niet mooi. Want wat daar gebeurd is, is natuurlijk verschrikkelijk. Ik weet hoe het kan voelen om een kind te verliezen. Dit is mijn oudste zoon, mijn eerstgeborene. Die heet Maurice. Deze foto is genomen in het binnengasthuis. Een flinke jongen, zoals je ziet. 9 pond schoon aan de haak. Heel mooi kind. Je krijgt hem pas na 2 weken in je armen, omdat hij natuurlijk na de geboorte meteen weggehaald is, omdat het natuurlijk foute boel was. Zijn hart was erg zwak. Maar aan de andere kant, het is heel gek als ze toen hadden gezegd van je mag het aan een ander geven. Geef die ziekte maar aan een willekeurig kind, zeg maar aan wie het wil geven. Dat doe je ook niet, want het is jouw kind
Zelfs met al zijn kwalen en gebreken is het jouw kind, het mooiste kind van de wereld. Zeven weken lang heb ik mijn kind Maurice in mijn armen mogen houden. Zeven weken maar. Ik heb zijn eerste woorden niet mogen horen. Zijn eerste stappen niet zien maken. Maar we hebben hem in ieder geval kunnen begraven. Er is een plek waar ik naartoe kan om hem te bezoeken. De ouders van Cheryl hebben een leeg graf. Die hebben niets. Onbegrijpelijk dat iemand zomaar kan verdwijnen. Dus er is een hond daar aangeslagen en een hond daar achter die struiken net op de helling en dan zo door. Ze hebben hier met de honden zijn hier twee zoekslagen geweest. De honden hebben links en rechts aangeslagen. Hier achter ons is het punt waar de honden hebben gereageerd. Honden die happen lucht. Die lucht, ja, lichaam op een gegeven moment, dat komt, die lucht komt omhoog. Die komt door kanaaltjes in de grond, komt die omhoog. Die honden die pakken die lucht. Dan is het een indicatie dat er iets is. Eigenlijk zoek ik nu naar ijzer of naar een ring of een ketting of iets dergelijks als ze dat bij zich heeft. Daarop kunnen ze haar met een detector detecteren. En het gegeven is dat hier waarschijnlijk heel veel verzetsmensen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn geëxecuteerd. Het zijn twee verhalen die door elkaar, het een is met het andere verbonden. We zijn met Cheryl eigenlijk begonnen. Ja, en we driften zachtjes aan ook naar de Tweede Wereldoorlog. Als we dan toch zoeken, laten we dan gelijk proberen twee vliegen in één klap te doen. Of Cheryl, of eventueel een verzetstrijder van de oorlog. We gaan die kant op. Ja? Ja. Je hebt alle plekken al gegraven? Nee, niet alles gegraven. Maar wel geprikt. Als we echt precies zouden weten waar Cheryl ligt, dan waren we klaar. Dan was het probleem al opgelost. Maar het is een bepaald gebied waarvan men vermoedt dat ze moet liggen. En dat is niet een gebied van 5 centimeter. Het is een naald in een hooiberg. Kijk, het gaat om een kind. En ja, het kind is door iedereen al laten vallen eigenlijk. En ja, daar moet iemand voorop staan. Kijk, dat meisje had nog heel leven voor haar. Die trekken ze eigenlijk uit het gezin vandaan, uit het leven vandaan. Ze is waarschijnlijk meegenomen en misbruikt. Wat daarna is gebeurd, weten we niet. En er blijven alleen maar mensen, alleen maar slachtoffers over. Het verhaal van Cheryl doet mij denken aan mijn broertje. Die is op zijn 11e ook misbruikt. Hij was vanaf die tijd was hij helemaal losgeslagen. Zijn hele leven die was kapot. Hij wist niet wat hij ermee moest doen. Hij is er ook helemaal in vastgelopen. Ik heb eigenlijk nooit normaal zijn oudste broer kunnen zijn. Omdat hij iedereen afstootte. Iedereen. Er was ook geen weg meer mee te bezeilen met die jongen. Alles wat dicht bij hem stond, dat heb hij vernietigd. En toen op een gegeven moment is hij zo dusdanig vastgelopen dat hij eigenlijk een dag voor kerst zelfmoord heeft gepleegd.
vanaf hier. En dan in een grote cirkel rondprikken. Deze zoektocht die geeft mij slapeloze nachten. Ik heb wel eens tijden dat ik het niet weg kan leggen. En dat ik te veel ga na zitten denken. En dan ga ik weer met mijn vrouw zitten praten. En dan ben ik het weer even recht aan het leggen. En dan kan ik weer verder. Maar het geeft vaak zat onrust in je hoofd. Kijk, er zijn mensen in de groep die zijn er bijna een hele hebben en houden door kwijtgeraakt. Die stonden op de rand van scheiding en noem maar op. Omdat die het gewoon niet meer los kon laten. Mag ik vragen hoe lang u hier woont? 55. Kunt u zich nog herinneren dat meisje toen verdwenen is? Dat ja. Half Indonesisch meisje? Ja, dat kunnen we. Cheryl Morian. Ja. Cheryl Morian, ja. Wat heeft dat voor impact gehad op de buurt? Heel hoop. Heel veel. We hebben zelf ook een dochter van die leeftijd, die nu ook dezelfde leeftijd. Ja. Nou, dat hou je allemaal meer in de gaten. De kind krijgt zelf minder vrijheid. Maar we hebben er toen wel gewaarschuwd. Ja. Je gaat niet meer aan die duinrand. Ja. Ik zeg, als je zoiets weer hoort of je ziet er bij zoiets, dan denk je er toch wel steeds aan. Ja, begrijp ik. Ja, ik denk er nog elke dag aan, hoor. Ja, ik ken het. Ja. Hoe moeilijk is deze zoektocht voor jou geweest? Ja, heel moeilijk, want het heeft heel veel gevraagd. Niet alleen van mij, maar ook van mijn gezin. En met name dat mijn kinderen kleiner waren. Ik ben heel veel weg geweest. Ik ben heel veel op zoek geweest. En daar heb ik gewoon ook een heel groot stuk laten liggen. Als ik ergens opduik, dan duik ik er ook voor 200% in. Ja, ze waren het op een gegeven moment gewoon helemaal zat en dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het is een beetje tweeslachtig, want ja, Cheryl was ook een kind en ze begrijpen het nu beter. Want ik heb ze wel eens gezegd, van, met name tegen mijn dochter, van je weet wat ik voor Cheryl heb gedaan om het op te lossen. Ik zeg, kan je nagaan wat ik voor jou zou doen als jij zou verdwijnen. Maar de kans is er dat ze misschien nooit wordt gevonden. Ja, maar er is ook een kans dat ze wel wordt gevonden.